Research and development and the registration of a new drug takes at least 10 years and costs millions of dollars. A significant step in the process is testing the drug on humans. These tests are strictly done according to protocols, and these tests have to be approved by a medical review committee and an ethics review committee. The Center for Human Drug Research, CHDR, studies the effects of new drugs on volunteering subjects and patients. The study of new medication, for example, Alzheimer's, Parkinson's, chronic pain, inflammation, and depression. Besides research, CHDR exercises also education. So why do volunteers sign themselves up for a drug study? Volunteers get a wide benefit package for the time spent on testing and the expenses they make. They help improving medicines and they contribute to scientific studies and education. Besides that, during tests, there is enough time to relax or to study. Nou, als je kijkt naar de ontwikkeling van geneesmiddelen, dat is een heel proces wat ongeveer 10 jaar duurt. Wat ze eerst doen, is dat een middel wordt ontwikkeld in een laboratorium, in reageerbuisjes wordt gekeken, wat zijn de effecten van de stof, is zo'n stof stabiel. Vervolgens wordt een stap gemaakt dat zo'n middel aan proefdieren gegeven wordt. Dus in verschillende diermodellen wordt gekeken naar de effectiviteit en de veiligheid van zo'n middel. En vervolgens wordt zo'n middel voor het eerst aan mensen gegeven, dus dat is ook weer een enorm traject. En wij vervullen binnen het CRDR eigenlijk de eerste stap van dat zo'n middel aan mensen gegeven wordt. Daarin geven wij dus zo'n middel aan mensen en kijken we naar de effectiviteit, de bijwerkingen, het profiel van zo'n middel in het bloed. En dat is eigenlijk een essentieel traject in de ontwikkeling van het geneesmiddel. Dus op basis van het onderzoek wat wij hier verrichten, beslissen farmaceuten of ze verder gaan met de ontwikkeling van een geneesmiddel of zo'n middel potentie heeft, om als verder als geneesmiddel ontwikkeld te worden. Dus die cruciale eerste stap waarbij zo'n middel aan mensen gegeven wordt, dat is hier wat we hier doen bij het CADR. Bij het CADR nemen zowel patiënten als gezonde vrijwilligers deel aan onderzoek. Met name gezonde vrijwilligers, de testjes die ze hier doen, vinden ze toch vaak wel interessant. Wat er gebeurt om bijvoorbeeld pijn te meten of andere functies van het zenuwstelsel te meten, vinden ze toch wel leuk om te zien. En dat hangt vaak ook wel samen met het vakgebied waarin ze bijvoorbeeld studeren, psychologie of geneeskunde. Dus we zien toch vaak wel enthousiaste vrijwilligers die vaak ook alweer terugkomen voor een volgend onderzoek. Nou, als je naar de toekomst kijkt, dan zijn we bezig met met het ontwerpen van studies waarbij we door middel van samenwerking met andere partijen, het LUMC, andere bedrijven in het Bioscience Park, waarin we proberen echt dat extra stapje extra te zetten in geneesmiddelonderzoek. Dus we voeren niet zomaar een onderzoek uit wat ons wordt voorgeschoteld, maar we proberen extra elementen aan zo'n studie toe te voegen, waardoor we al meer kunnen zeggen over de werkingsmechanismes van die geneesmiddelen. En op die manier eigenlijk het ontwikkelingstraject van die geneesmiddelen te versnellen. En al in een eerdere fase al iets kunnen zeggen over de mogelijke potentie van zo'n geneesmiddel.